Mijn naam is Joris Vermeel en ik ben communicatiemanager bij Bovemij. Bovemij helpt bedrijven in de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen. En dat doen we in totaal met 800 man, van wie er 500 aan het Nijmeegse Takenhofplein zitten. En toen kwam corona en moesten we opeens met z'n allen thuiswerken. We richtten een team corona op en samen bedachten we hoe we onze medewerkers aan ons konden verbinden. We zetten de digitale deuren wijd open en organiseerden allerlei formele activiteiten, zoals een uur met de raad van bestuur en een digitale zeepkist. Maar we organiseerden ook heel veel informele activiteiten, zoals een summer school, een bingo natuurlijk en een pubquiz, een radio Bovemij, maar ook een online goochelshow voor de kinderen van onze medewerkers. We lieten trouwens ook onze leidinggevende een kaartje sturen, een handgeschreven kaartje naar hun medewerkers. En de raad van bestuur kwam met kerst zelf het kerstmenu langsbrengen. Het was een bizar jaar. Maar we hebben het maar mooi samen gedaan. Dus deze nominatie is eigenlijk al een prijs op zich. En die wil ik opdragen aan alle medewerkers van Bovemij die eraan hebben bijgedragen dat we elkaar door deze toch rottijd hebben heen gesleept. Dankjewel.